Lieftallige zusje. Wilma. Met haar vriend, maar ja, die wilde niet op, maar zijn voeten, ja, iedereen heeft voeten, dus ja, doen we het zo even. Maar, ja, dit glimt en blinkt en dit doet weer. De tafel is schoon en opgeruimd en dan moet iemand anders opruimen dit. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag alweer zondag en we leven op, we zien de 19e september, het is alweer 9 minuten over 3. De meisjes zijn al uit geweest, want ik kreeg ook, zoals jullie zien, visite en die zijn er nog. En dat is mijn lieftallige zusje, Wilma. Met haar vriend, maar ja, die wilde niet op, maar zijn voeten, ja, iedereen heeft voeten, dus ja, doen we het zo even. Dus ja, dat, hè, Wilma? Doei. Doei. En nou ja, Wilma heeft thee, ik heb koffie uiteraard, en ook haar vriend heeft koffie, dat doen we gewoon. Nou ja, en de meiden zijn een beetje aan elkaar aan het uitdagen. En nou staat die daar onder de tafel, die grote. Wat eigenlijk niet eens niet hoeft. Net alsof ze hartstikke bang is. En rijdt in de tuin van, nou, wat doe je nou? Wat ben je nou bang voor? Echt mooi. Maar oké, wij gaan lekker verder genieten. Geniet met ons mee. Lieve vrienden, ja, de visite is zijn alweer weg. En ik ben druk bezig met poetsen. Ja, want het moet wel eens eventjes schoon, hè. Ja, ik was er nog niet aan toegekomen, omdat ik visite kreeg. Anders had ik dat al eerder gedaan. Maar die kant is al schoon. Ik ben nou hier bezig. Dat wordt ook helemaal schoon. En dat moet ik nog doen. En ik moet natuurlijk weer even inruimen. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. En het was gezellig. Ook is Marianne even geweest. Die heeft voor mij een verhaarlijk gehad. Ik heb er net even geappt van, hallo, vertel mij nog even wat je van me krijgt. Ja. En ik ga verder met poetsen. Ik wil ook nog eventjes vegen, want zuigen ga ik op deze tijd nou niet meer doen. Dat vind ik zelf ook te laat. En veel herrie om je kop, dat wil je niet hebben. Dus ik veeg wel even. En dan, zoveel is er niet. Ligt hier en daar, legt er iets, maar Elwing verhaart momenteel niet. Dus ja, lekker! Ja, helemaal goed. Dat gaan we zo meteen even doen, dat ik zo zeg, ja. Ik heb de tas met wasgoed hier ook staan, dat is allemaal schoon. Moet nog tijd opvouwen, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Maar ik had even een schoon doekje nodig, dus ja, dat haal ik er dan even uit. En we gaan nou even verder, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is nou alweer 17 minuten over 5. Ja, de tijd houdt geen schaf dat je zelf niks doet, hè? Nee. Maar ik ben wel bezig, zoals jullie nou allicht doorhebben. Ik ga verder met mijn werkzaamheden en ik pak jullie er straks wel weer bij. Ik ben klaar. Ja, yeah. Ben er weer blij mee. Enkel dat moet nog drogen, dus ik... Vuile was bij, dat moet in de tas. Dat is vuil, maar dat moet even drogen. En dat kan dan in die tas erbij. Dan is dat ook weer opgeruimd. Maar, ja, dit glimt en blinkt en doet weer. De tafel is schoon en opgeruimd. En dat moet iemand anders opruimen, dit. Dat is hun pakje. Die gaat vanavond mee naar boven. Alles is verder schoon. Ik moet enkel de vloer nog doen, maar dat doe ik strakjes. Eerst even pauze met een bakje koffie erbij. Ja, ik ga water opschenken. Nu steek ik even de vloer aanvegen, dan is het klaar. En dat doe ik met een rubberen bezem. Die staat naast de koelkast. Ik met de bezem omhoog. Dan staat die om. Ook staat daar een trappetje. Klein trappie en daar staat de bezem. Die pak ik er even bij alvast. Zo. En dan kunnen we zo meteen vegen. Ja. Veeg ik alles richting de keuken. Lag ik een stoffige blik en dan kan ik het zo opvegen. En in de vuilnisbak doen. Ja toch? Ja.
En daar hebben we onze lieftallige Rijka. Hé, meisje? Ja, hé. En Elwing ligt zoals gewoonlijk onder de stoel. Maar ja, dat moet ook kunnen. Die ligt daar lekker. Ze heeft buiten lekker vanmiddag met die kluif bezig geweest. Lekker eventjes de tandjes er weer opgescherpt. Ze heeft met Wilma aan het spelen geweest. Die houdt daar wel van. Die heeft zelf ook een kanjer van een hond gehad. Nog veel groter dan dat Elwing is. Rijka, dat kan niet. Nee, niet doen. Nee, niet doen. Je bent een stuk geboefte, jij, hè? Maar in ieder geval, en Marianne is ook even geweest, maar toen heb ik even niet gevlogd. Met Marianne vlog ik zo vaak, weten jullie wel. En straks ook de meiden nog weer uitlaten en dan nog weer eten. Ik moet mijn spel nog doen, ben ik nog niet eens hier naartoe gekomen. Want dat, ja, je gaat niet zitten spelen met een spelletje als je visite krijgt, hè? Dat doe je niet. Ik heb ook nog geen vlog in elkaar weten te zetten, dus dat kan ik maar dan doen. Maar ik ga nou pauze houden, dus kan ik naar mijn spel toe. Ik zou zeggen, geniet ook verder van jullie avond en eet smakelijk, bon appetit en inderdaad, geniet van alles. Ja!